Gemeente, welke preek zou voor ons nu het nuttigste zijn? Een preek die ons toeroept vrede, vrede en geen gevaar. Of een preek die ons veroordeelt en aanklaagt en ons ongeloof in het licht stelt. En u weet het antwoord wel, dat is het laatste. Zo heeft Jezus met mensen gehandeld. Wij vinden dat terug in het gedeelte dat is voorgelezen. De tekst voor vanmiddag is dan ook Lucas 4, het 16e vers. Lucas 4, vers 16. Daar lezen wij, en hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. Hij ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. We willen het erover hebben waarom de mensen in Nazareth toch zo boos waren. Dan letten we op een eerste preek van Jezus in Nazareth. En we letten op een tweede preek van Jezus in Nazareth. Lucas deelt ons mee en hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was. Het lijkt alsof de Heer Jezus direct nadat hij door Johannes gedoopt was en verzocht was in de woestijn, naar Nazareth is gegaan, als u Lucas 4 leest. Maar toch is dat niet zo. Als we Lucas 4 lezen, dan is Jezus al geruime tijd werkzaam in Galilea. Hij heeft al enkele discipelen rondom zich verzameld en in veel steden, vooral in veel vissersdorpen rondom het meer van Galilea gepredikt en geroepen: het koninkrijk is nabijgekomen, bekeert u, gelooft het evangelie. Hij heeft ook reeds wonderen verricht, de kana op de bruiloft, het water in wijn veranderd, geraakte in Capernaum genezen, een melaatse die hem tegemoet kwam, gereinigd. En nu is hij voor het eerst in Nazareth, waar hij opgegroeid is. En naar gewoonte, staat er, gaat hij naar de synagoge op de Sabbat. Het is druk in de synagoge. Ik denk dat er geen plaats onbezet is geweest. Sinds de dag dat Jezus Nazareth heeft verlaten, hebben ze in Nazareth gehoord wat er in de dorpen en de steden van Galilea is gebeurd. Veel geruchten hebben hen bereikt over de prediking van Jezus, dat hij het koninkrijk Gods verkondigde, dus dat hij het Messiaanse Rijk predikte en dat hij wondertekenen deed, geweldige tekenen, die zijn kracht en zijn heerlijkheid toonden. Ze hebben gehoord over wat er gebeurd is op de bruiloft te Cana, wat er gebeurd is in Capernaum en dat je ook vele bezetenen en mensen met een onreine geest daarvan heeft gered. En nu is hij in Nazareth. Eindelijk is hij nu in Nazareth. Ze willen er allemaal bij zijn, want Jezus hoort toch bij Nazareth. De mensen in Nazareth zeggen, hij is toch één van ons, hij is toch hier opgegroeid. En nu is hij dan ook in de synagoge. En ze hopen zijn boodschap te horen. En ze hopen vooral ook nog een wonder te mogen zien. Na de gebruikelijke gebeden en na de wetsvoorlezing nodigt de overste van de synagoge Jezus uit om de schriftlezing te verzorgen en een woord tot de menigte te spreken. Dat is op zichzelf niets bijzonders. Dat gebeurde dikwijls in de synagoge. Je leest er bijvoorbeeld ook in Handelingen 13. Dan komt Paulus in de synagoge te Antiochië. En dan vraagt de overste, als je ons iets goeds te verkondigen hebt, zo doe het. En dan leest ook Paulus een gedeelte uit de schrift en preekt hij daar. De overste gaf Jezus de rol van Jesaja in handen. Dat is natuurlijk wel gebeurd onder Gods voorzienigheid, maar
die rol zal wel aan de beurt geweest zijn. Zo ging men dus de profeten door en iedere keer werd er dus uit gelezen en ook verklaard. Jezus neemt die rol van Jesaja ter hand en zoals een Jood dat kon, hij rolt die rol met de rechterhand op en met de linkerhand af. Hij zoekt iets in die rol van Jesaja. Hij zoekt hoofdstuk 61. En als hij daarbij gekomen is, dan leest hij dat gedeelte voor. Jesaja 61. De geest des Heren, Heren, is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Om de treurigen te troosten, gebrokenen van hart te helen, gevangenen vrijheid uit te roepen en gebondenen. Opening van de gevangenis om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Jesaja 61. En als er nu één gedeelte in de Bijbel is wat op de Messias wijst, dan is dat wel Jesaja 61. En dat wisten al die mensen in de synagoge, die wisten dat. Al die Joden wisten Jesaja 61. Dat gaat over de Messias en over de boodschap die hij brengen zal en het rijk dat hij op aarde vestigen zal. Jezus geeft de rol terug aan de overste van de synagoge en dan gaat hij zitten. Als een leraar in die tijden ging onderwijzen, dan ging hij zitten op een verhoging in de synagoge. Daar zit dus Jezus. En dan lezen we, en al de ogen van, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. De spanning is in de synagoge gestegen. Nu zal Jezus gaan preken. Nu zal hij ook onder ons zijn boodschap gaan brengen. Maar de Heere Jezus doet eerst iets anders. Hij doet die rol plechtig dicht. En toen begon hij te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hij zegt, deze profetie is geen profetie meer. Deze profetie is vervuld, want ik ben er. Ik ben de vervulling van deze profetie. Ik ben de Messias, de gezalfde des Heren. En ik ben degene die de armen het evangelie verkondigt, de treurigen troost, de gebrokenen van hart heelt en de gevangenen vrijheid uitroept. We kunnen uit vers 22, waar de mensen zich verblijden over de aangename woorden van Jezus, opmaken dat Jezus, nadat hij dat gezegd heeft, heeft gepreekt. Hij zal de boodschap van Jesaja 61 uitgelegd hebben. Gezegd hebben dat het daar over de Messias gaat en dat hij dat is. Maar vooral zal hij gezegd hebben wat de Messias komt doen. Hij heeft de Messias uitgeschilderd als degene die de armen, dat zijn de armen van geest, die arm zijn voor God, het evangelie zal verkondigen, die de verslagenen van hart zal verbinden, de treurigen zal troosten, de gevangenen de vrijheid zal prediken. En het jubeljaar zal uitroepen, het jaar van het welbehagen des Heren. Dat heeft Jezus dus daar in de synagoge gepredikt. Uitgelegd wat de Messias en wat hij kwam doen. En vooral dat dat jubeljaar was aangebroken. Dat was een jaar van algemene amnestie. Daar kregen de gevangenen allemaal de vrijheid. Er werden al je schulden kwijtgeschonden. En de erfbezitting kwam terug in de familie waar hij oorspronkelijk behoorde. En zo dat was beslist toen ze in Kanaan kwamen wonen. En het gevolg is dat we lezen in vers 22, en ze gaven hem allen getuigenis.
En ze waren verblijd over de aangename woorden die hij tot hen sprak. Ze hebben ademloos geluisterd. De woorden van Jezus vervulden hen met verwondering. En ze vonden het aangename woorden. Woorden van troost. Woorden van genade en van ontferming. Ze vonden het een geweldige preek. En ze zeiden wat de mensen later ook gezegd hebben. Nooit heeft een mens tot ons gesproken zoals deze mens. Maar we lezen niet van vruchten, van geloof en van bekering. Jezus heeft zichzelf aangewezen als de Messias en gezegd, ik ben het. Ik ben de vervulling van Jesaja 61. Ik troost treurigen. Ik heel gebrokenen van hart. Ik geef gebondenen vrijheid en verlossen van de boze geesten. En ik geef een gewaad des lofs aan een benauwde geest. Ik ben de Messias. En ik sta gereed tot uw hulp. En bij mij is redding en verlossing te vinden. Maar er stond niemand op. En niemand zei, ik ben zo'n arme, zo'n verslagene, zo'n gebondene. Red ook mij, verlos ook mij. Niet één viel aan Jezus' voeten en riep, Heere Jezus, ontferm u mijner. En toch waren ze wel arm. Waren allemaal gevallen mensen. En ze waren alle gevangen, gevangenen van Satan. Slaven van de zonde, ze hadden wel alle verlossing nodig, maar niemand begeerde die verlossing die Jezus ze had gepreekt. Ze hadden wel geboeid geluisterd, ze vonden het wel aangename woorden, maar ze hadden de boodschap niet echt nodig. En de opgetogenheid sloeg toen al snel om in ergernis. Daar lezen we over in Matteüs 13. Sommigen, staat er. Het begon met enkele, maar het werden er spoedig al veel meer. Sommigen begonnen te roepen, dus zodat anderen het konden horen. Is deze niet de zoon van de timmerman? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas. En zijn zusters niet bij ons? Hoe kan en durft hij dan te zeggen, ik ben de Messias? Wat matigt hij zich aan? Waar haalt hij het recht vandaan om dat te zeggen? Is dat wel waar? Laat hem dat eerst maar bewijzen. Hij heeft in andere plaatsen wonderen gedaan. Laat hij dat ook nu hier doen. En dan zullen we weten of het waar is wat hij zegt. Of hij echt de Messias is. En steeds meer hoorders begonnen zo te roepen. Want dat doen ze in de synagoge. In de synagoge, jullie zitten allemaal stil te luisteren. Maar in de synagoge doen ze dat niet. Daar laten ze hun instemming horen. En dan laat er ook geen afkeuring horen. En er wordt soms geroepen. En zo is dat gebeurd toen in de synagoge te Nazareth. De waardering sloeg om. Twijfel ontstond er. Is wel waar wat hij zegt? Kritiek op wat hij zei. En afkeuring. En we lezen zelfs ergernis. Dat woord dat betekent eigenlijk dat je struikelt. Je struikelt ergens over. Ze viel erover, ze struikelden erover, over wat hij zei. En steeds meer begonnen zo te roepen. Ze kennen zijn broers en zijn zusters, wat verbeeldt hij zich? Wat verbeeldt hij zich en wat matigt hij zich aan dat hij de Messias zou zijn? En ze werden aan hem geërgerd, lezen we. En Jezus zit daar stil en zwijgend.
tussen dat rumoer in de synagoge. Maar wat moet het voor hem een teleurstelling zijn geweest? Hij was eindelijk in de plaats waar hij opgevoed was. En daar wist ze toch al heel wat van hem. Want hij vond genade bij God en bij mensen. Dat wil zeggen dat de mensen merkten dat de genade, de gunst Gods op die jongen rustte. En hij was iemand zonder enige zonde en zonder enige smet. En hij begon toe te nemen in wijsheid en in genade bij God en bij de mensen. Hij was daar opgegroeid in Nazareth. En dat heeft die mensen toch wel iets geleerd. Maar zijn boodschap verwerpen ze en aanvaarden ze niet. Hij had zo welmenend gesproken, de Heere Jezus. En hij begeerde hun harten te winnen voor het evangelie dat hij verkondigd had. Hij had het over armen gehad en over treurigen, gebrokenen van hart en gevangenen. Maar die waren er waarschijnlijk niet in Nazareth. Niemand maakte gebruik van de uitnodiging om bij hem troost en vrijheid en verlossing te vinden. Er was in Nazareth geen behoefte aan de Messias, die armen evangelie verkondigt, treurigen troost, gebondenen vrijheid geeft en gevangenen opening van de gevangenis. Maar Jezus laat Nazareth nog niet los. Hij vertrekt niet. Hij beseft, ik moet nog een keer preken. Ik moet nog een andere boodschap brengen. Ik moet die mensen onder ogen brengen dat ze mij wel degelijk nodig hebben. En indien ze dan hun armoede en gebondenheid en ellende niet kennen, dan moet ik ze dat onder ogen brengen. Dan moet ik ze daaraan ontdekken. En als ze zo hoogmoedig zijn en denken dat zij zulke goede Joden zijn, dan moet ik ze leren dat ze zondaren zijn. Ik moet ze laten zien dat ze mij nodig hebben. Ik moet nog meer preken. En dan volgt er een tweede preek. En daarop letten we ook in de tweede gedachte. Jezus' tweede preek in Nazareth. Er komt een tweede preek. Een heel ander soort preek. Een preek met Bijbelse voorbeelden. Voorbeelden die ze allen kenden. En het is nu geen preek die zich richt tot armen. En die zich richt tot blinden en tot gevangenen en gebrokenen van de hart. Het is nu geen preek over het jubeljaar. Geen liefelijke nodiging om in hem te geloven en zaligheid te verkrijgen. Het is nu een preek die zich richt op mensen die rijk en verrijkt zijn en die geen dings gebrek hebben. En die het niet weten dat ze zijn arm, jammerlijk, blind en naakt. Want dat is het probleem in Nazareth. En op dat probleem richt zich de tweede preek van Jezus. Mensen in Nazareth zijn mensen die hoogmoedig zijn op hun Joods zijn. Die zich verheffen op het houden van de wetten van Mozes. Mozes, mensen vol van rechten en van zogenaamde waardigheden. En dat blijkt uit wat ze tegen Jezus zeggen. Want Jezus heeft verplichtingen aan hen. En eigenlijk zijn ze verwijtend naar hem. Hij heeft wel gepreekt in andere steden en wel wonderen gedaan in andere dorpen. Hij had eigenlijk die wonderen eerst bij hen moeten doen. Want zij hadden er toch het meeste recht op. Hij was in Nazareth opgevoed. En
daarom om deze geestestoestand van de mensen te doorbreken. En om ze zondaren voor God te maken, houdt Jezus vervolgens een heel andere preek. Hij haakt in allereerst op het gemompel van de mensen. Hij zult zonder reden zeggen, wat u gedaan hebt in Capernaum en in andere steden, doet dat ook in Nazareth, waar je opgegroeid bent. Doet dat ook hier in je woonplaats. Het is alsof de Joden zeggen, het is gemakkelijk om te zeggen, ik heb wonderen gedaan. Maar het was in Cana, dat is ver weg in Galilea. En in Capernaum, dat is ook een eind weg. Daar hebben wij niets van gezien en niets van meegemaakt. Dat is allemaal in de vreemde gebeurd. Dat is niet te controleren. Doe het dan ook hier. Hier in de stad waar je opgegroeid bent. En dan gaat Jezus daarop in. Met een spreekwoord. Hij zegt, voorwaar ik zeg u, een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland. Dat spreekwoord kenden ze ook allemaal. Maar dan begint hij toch zijn tweede preek. Die begint in vers 25. Daar lezen wij dat Jezus zei, maar ik zeg u in der waarheid. Er waren vele weduwen in Israël, in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren... en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepte Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. Dat is de inhoud van de korte tweede preek van Jezus. Hij wijst op een bijzondere gebeurtenis. Eigenlijk wijst hij op voorbeelden van ongewoon en vreemd handelen van God. En in dat ongewone en vreemde handelen van God komt duidelijk aan het licht dat God zijn genade niet schenkt aan rechthebbenden, maar aan onwaardigen en schuldigen. Dat God soeverein is en dat hij tot niets verplicht is. In Nazareth meenden ze dat ze rechten hadden. Hij moest ook in hun midden wonderen en tekenen verrichten. Dan kijken we nog naar die tweede preek van Jezus. God heeft zijn profeet Elia tijdens die 3 jaar durende hongersnood niet laten verzorgen door een weduwe in Nazareth of door een weduwe in het vrome Jeruzalem, maar laten verzorgen door een heidense weduwe in Sidon. Toch waren er veel weduwen in Israël, er waren heel veel weduwen. En de Heer ging al die weduwen voorbij. En hij zond de profeet naar een heidense weduwe in Sidon. En het tweede voorbeeld is, er waren veel melaatsen in Israël, dat heerste in die dagen. Er waren vele mensen melaats. En toch werd er niet één Jood genezen. Die wel genezen werd, dat was Naaman, een buitenstaander, een heiden. Jezus doet de inwoners van Nazareth gevoelen. Jullie kunnen wel denken dat ik verplichtingen heb aan jullie. Jullie kunnen wel denken dat je vanwege je vroomheid rechten bezit. En dat je belangrijker bent dan de heidenen. Maar ik ga de rechthebbende voorbij. Ik, de Messias, dat heb je gehoord, ben gezonden voor armen en voor treurigen en voor troost, voor verslagenen van hart en voor gebondenen, voor ellendigen.
En niet voor zelfgenoegzame mensen, die rijk zijn met hun onderhouden van de wetten van Mozes. Dat is dus Jezus' tweede preek. Een pijnlijke en een noodzakelijke preek. Ook voor ons. Want wij lijken op die inwoners van Nazareth. Rijk en verrijkt. En geensdings gebrek. We hebben recht op de zaligheid. En daarom stoten we ons zo aan de vrijmacht van God. Nee, God is niet vrijmachtig. God is verplicht om mij de zaligheid te geven. Want ik leef netjes en ik bezoek de kerk en ik houd zijn geboden. En God is eigenlijk niet goed, zoals de Bijbel zegt, en niet rechtvaardig. Want ik bid al zo lang en ik ben zo ernstig en ben er altijd zo mee bezig. Hij heeft mij nog zijn genade niet gegeven. Terwijl hij, die grote zondaar, daar heeft hij zich over ontfermd. En daar die man, die vrouw, die zoveel verkeerde dingen heeft gedaan, die heeft hij tot bekering gebracht. Wanneer de profeet Elia onderdak zoekt, die mensen in de Nazareth zeiden dan kan hij nergens zo goed terecht dan bij ons. Dan zijn er nergens mensen die daar meer recht op hebben dat hij bij hun zou komen dan wij in Nazareth. En wanneer Jezus een melaatse wil genezen, dan moet hij dat doen aan een melaatse die in Nazareth woont. Wij komen daarvoor in aanmerking. Gemeente, wij lijken op die mensen. En daarom hebben ook wij deze tweede preek zo nodig. Daarom is het zo noodzakelijk te horen dat al onze gerechtigheden een wegwerpelijk leed zijn. En te horen dat God niets aan ons verplicht is. Dat het enige recht dat wij bezitten eigenlijk een recht is op de dood. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Dat wij naar Gods rechtvaardige oordeel, als hij rechtvaardig zou oordelen, tijdelijke en eeuwige straffen verdienen. En dat we niet voornaam en vroom en goed zijn, maar arm en jammerlijk en blind en naakt. Dat is de spiegel die Jezus die mensen in Nazareth heeft voorgehouden. En dat is de spiegel die God ook ons voorhoudt. En God wil ons tot de kennis brengen van onze rechteloosheid, van onze schuldigheid, van onze verdorvenheid. Dat wij allen als een onreine zijn en al onze gerechtigheden een wegwerpelijk leed zijn. God wil ons leren wat die Romeinse hoofdman zei. Ik ben niet waardig, Heere, dat u onder mijn dak zou inkomen. We hebben die preek die pijn doet en die ons veroordeelt en die ons ontmaskert en ons laat zien wie we werkelijk zijn voor God. We hebben die zo hard en hard nodig. Maar wij willen een andere preek. Wij willen opgebouwd worden. En we willen horen dat we goede, brave mensen zijn. En we willen eigenlijk horen niet wat je nodig hebt om zalig te worden, maar met hoe weinig dat kan. Als je maar ernstig bent en netjes leeft, dan komt het allemaal prima met je in orde. We willen horen dat we goede christenen zijn en dat de hemel voor ons is bereid. En dat we toch wel waardige mensen zijn. En dat we wel verdienen dat God ons troosten en helpen zal uit alle noden. Als we bidden, dan moet hij ons verhoren en dan moet hij ons redden. En zo willen wij
een andere preek horen dan Jezus deed. Wij willen opgebouwd worden in onze eigen vroomheid en goedheid. Maar nu behoort bij het werk van Jezus ook deze tweede preek. Bij het werk van God hoort ook ontdekking, overtuiging. In de spiegel laat je kijken, opdat je zal zien wie je bent. Bij het werk van God en bij de prediking hoort ook de verkondiging dat God rechtvaardig is. Dat al je goede werken tekortschieten, dat alleen het bloed van Christus redden en verlossen kan. We hebben die tweede preek van Jezus zo nodig, gemeente, om ontdekt te worden aan onze armoede, aan onze blindheid, aan onze hulpeloosheid, aan onze strafwaardigheid en vooral dat we geen recht en geen aanspraak hebben. Want dat maakt gebed krachtig. Als het komt uit een hart wat onwaardig en schuldig en rechteloos is. Dat gebed is Gods welgevallen. Zijn oren zijn open tot het gebed van zulke mensen. Daar wil Jezus die mensen in Nazareth brengen. Daar wil de Heer ook ons brengen. Want om Christus te begeren, om een verlosser te begeren die op Golgotha stierf, om een zaligmaker te begeren, waarover de eerste christenen gesmaad werden, dat ze geloofden in een gekruisigde God, om een gekruisigde God te begeren, en in gekruisigde Jezus je zaligheid te zoeken, moet je de blik naar binnen slaan. In de spiegel van Gods wet kijken. En zien wie je bent voor God. Ook al ben je uiterlijk vroom en nog zo rechtzinnig. En dan leef je nog zo netjes naar Gods geboden. Dat was Jezus' doel. En dat is het doel, gemeente, van de veroordelingen van God in de Bijbel. En van de vermaningen en de terechtwijzingen. Het doel is om onze ziel te redden. Om ons tot Christus te brengen. En hoe reageerden de mensen in Nazareth? We lezen. En ze werden allen in de synagoge aan hem geërgerd. Ze hebben zich gestoten aan de woorden van Jezus. Dat de Heer al die weduwen voorbij ging. Al die vrome Joodse weduwen. En de profeet naar die heidense weduwen ging. Dat de Heer al die melaatsen in Israël voorbij ging. Al die besneden melaatsen. En de Aman en Syrië genas. Dat evangelie konden ze niet verdragen. Kunnen wij het verdragen? Een evangelie dat zegt, het is voor de armen, het is voor de onwaardigen, het is voor de tollenaars en de zondaars. Een evangelie dat zegt, ik zeg u dat de hoeren en de tollenaren u voor zullen gaan in het koninkrijk der hemelen. Ze voelden zich in Nazareth diep gegriefd. Ze waren vol woede zelfs. Ze waren furieus. Wij lezen in vers 29. En opstaande wierpen zij hem uit. Ze sleurden hem uit de synagoge. En door de straten van Nazareth. En de bedoeling is duidelijk. Een stad is op een berg gebouwd. En ze willen hem bovenop die berg brengen. En daar is een steilte, een afgrond. En daar willen ze hem naar beneden werpen. Ze willen hem in de afgrond duwen. Korte metten met hem maken. Hij zal hen
nooit meer beledigen. Want ze voelen zich diep en heel diep beledigd. Hij moet sterven. Is een voorspel, gemeente, van wat er later met Jezus gebeuren zal. We zullen roepen, kruis hem en weg met deze. En wanneer ze dan op de top van die berg zijn, dan is er eigenlijk maar één duw nodig. En dan valt Jezus in de afgrond. En op dat allerlaatste moment doet Jezus toch een teken in Nazareth. En laat hij toch duidelijk zien dat hij echt de Zoon van God en echt de Messias is. Hij heeft de mensen aangekeken. En uit zijn blik straalt majesteit en heiligheid. En ze deinzen terug. En ze laten hem los. En als verlamd zijnde, zonder hem iets in de weg te leggen, staan ze toe dat hij door hun midden wegloopt en Nazareth verlaat. Wat een teken. Eigenlijk een verschrikkelijk teken. Een oordeel. Jezus schudt het stof van zijn voeten en verlaat Nazareth. En ook dat is een voorspel van wat later gebeuren zal. We lezen het van de apostelen. Dat ze deden wat Jezus gezegd had. Dat ze soms het stof van hun voeten afschudden. En het is een voorspel van wat er gebeuren zal. Als Christus wederkomen zal op de wolken des hemels. Met zijn duizenden der engelen. Om de zondaren te oordelen. Dan zullen al de spotters verschrikken. Dan zal iedereen voor hem bukken. En alle knie zich voor hem buigen. En moeten erkennen dat Jezus de Heere is. Tot de heerlijkheid van God. Maar dan zal hij niet meer de zaligmaker zijn. Dan zal hij armen het evangelie niet meer preken. En treurigen niet meer troosten. En gebrokenen van hart niet meer helen. En gevangenen niet meer de vrijheid geven. Dan zal hij zeggen, gaat weg van mij. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over hem zou zijn. Daarom, gemeente, kom tot ons de boodschap. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. En daar weer... Gemeente, we waren op bezoek in de synagoge van Nazareth. En we hoorden de beste prediker, een volmaakte prediker. En we hoorden iemand die vol is van genade en van waarheid. Het begon eigenlijk zo goed. De mensen waren enthousiast. Ze vonden het aangename woorden. En ze gaven hem alle getuigenis, staat er. Ze prezen hem. Prachtig vonden ze het. Totdat ze hoorden. Er waren vele weduwen in Israël. Maar Elia werd alleen maar gezonden naar die heidense weduwe. En er waren vele meelaatsen in Israël. En de enige die genezen was, was een Syriër. En dat kwam omdat de Joden te hoogmoedig en te trots waren. En die genezing niet van noden hadden. Die eerste preek, ik denk niet dat ze die goed begrepen hebben. Want dan waren ze zeker tot hem gevlucht. Als arm en als verslagen. Als gevangen, als gebonden. Maar die tweede preek, die hebben ze goed begrepen. Wat werden ze boos. Omdat ze het zo goed begrepen. Ze begrepen het. God wederstaat de hoovaardigen. Maar de nederigen, die geeft hij genade.
Omdat ze begrepen, jullie menen wel dat je rijk bent en, verrijkt bent en dat je niets gebrek hebt. Omdat Jezus ze liet zien, je bent arm, jammerlijk, blind en naakt. En toch was hen de genade aangeboden. Toch had Jezus gezegd, ik ben de vervulling van Jesaja 61. Bij mij kunnen armen en treurigen en verslagenen van hart en gevangenen en gebondenen terecht. Maar niemand maakte er gebruik aan. Niemand had behoefte aan verlossing en aan redding. En daarom is een tweede preek nodig. Ook voor ons. En dat is een preek die ons overtuigt van onze onwaardigheid en rechteloosheid en schuldigheid. En als u daar echt van overtuigd was, zou het evangelie u meer dierbaar zijn. Dan zou die boodschap van Jezus u neigen en u inwinnen om tot hem te vluchten en hem toe voet te vallen. En daarom hebben wij ook die tweede preek zo nodig. Die eerste preek was het liefdegepreek, maar die tweede preek ook. En een preek die ons veroordeelt en ons schuldig stelt en laat zien wie we zijn, die wordt met evenveel liefde gepreekt als een preek vol met aangename woorden. Gemeente, Jezus was in de synagoge in Nazareth. En hij is ook hier aanwezig in de samenkomst van de gemeente. En hij spreekt hier, we horen hem spreken. Als we kunnen lezen wat hij toen zei in Nazareth. En datzelfde zegt hij nu in ons midden. En we horen hem zeggen dat hij gekomen is voor armen, voor verslagenen, voor bedroefden, voor gevangenen, voor gebondenen. En wat doet u nu met die boodschap? Is er behoefte aan zulk een zaligmaker? Want hoor het, hij is er juist voor armen en voor bedroefden en voor verslagenen. Hoor het, u die bedroefd zijt over uw zonden, u die zichzelf een gevangene, een gebondene voelt door Satans listen en verzoekingen. U die uzelf niet kunt bevrijden van de machten, van zonde en van een verleidelijke wereld. Hoor, hij is er juist voor armen. Juist voor treurigen, voor gebrokenen van hart, voor gevangenen en voor gebondenen. O dat u zich haasten zou om hem te voet te vallen. Om met het oude Israël te zeggen, ziet Heere, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij alleen zijt de Heere, onze God. Ze leidden hem buiten de stad, om hem van de steilte te werpen. En we zagen het, maar hij door het midden van hen gaande, ging weg, staat er. Hij ging weg. Hij keerde Nazareth de rug toe. Wanneer Elia ergens meer welkom is in Israël. En wanneer er voor een melaatse in Israël geen verlossing meer is, dan verlaat God Nazareth. Als het evangelie niet gewaardeerd wordt, dan verlaat het evangelie ons. Als die eerste preek niet helpt, en als ook die tweede preek niet helpt, wanneer alles wat zijn almacht wrocht en niet bewoog om hem te vrezen, keert God de zondaar zijn rug toe.
En dat is het ergste wat er gebeuren kan. Voor een volk en voor een persoon. Wanneer God zijn handen van ons aftrekt. Want wie ging er weg? De enige die armen en blinden en gevangenen en gebondenen redden kan. En als hij weggaat, dan blijf je altijd gevangen. En altijd gebonden en altijd blind. En altijd verloren. Maar hij is er nog. Hij was er zelfs in de synagoge te Nazareth. En hij laat het u vanmiddag horen. Dat hij er is voor armen. En voor treurenden. Gebroken van hart. En voor gebondenen. En voor gevangenen. Er is hoop. Hoop voor de inwoners van Nazareth. Want wat stond er boven het kruis geschreven van Jezus? Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Jezus' naam, verbonden met Nazareth. Ook een fariseer kan zalig worden. Ook een inwoner van Nazareth kan zalig worden. Alleen, beken uw ongerechtigheid. Uw afstand van uw rechten en waardigheden. En kom arm en verslagen en schuldig. En hij zal u geenszins uitwerpen. De meester is daar. Hij was er in Nazareth. En de meester is daar. En hij roept u. Haast u dan. En spoed u dan om uw levens wil. Amen.